De vertegenwoordigers van de Inter-American Development Bank, Antonio Gonsalves, en de Chief of Operations, Mariko Russell, hebben vandaag een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Reshma Kuldeep-Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Daarbij waren de directeur van Arbeid, Jimmy Belfour, en de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esayas, Frieperson, aanwezig. Er zijn voorstellen gedaan om samen projecten uit te voeren ten behoeve van de jeugd. Onder meer zal een project worden uitgewerkt waarbij 1000 Surinamers, met name jongeren en werkzoekenden, gericht getraind worden voor de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om beroepen die specifieke technische kennis vereisen en waarin het aanbod op de Surinaamse arbeidsmarkt tekortschiet. Minister Kuldeep-Singh juicht de samenwerking toe.